eerste plaats zou ik heel graag namens de Mens Nu jullie van harte welkom heten op de officiële opening van het project Human Artistic. Het is een initiatief van het Huis van de Mens Brussel dat op een interdisciplinaire en multimediale manier een bijdrage wil leveren aan een humanere samenleving. En concreet zal dit gebeuren door aan wetenschappers, aan filosofen, aan kunstenaars, aan professionelen en aan ervaringsdeskundigen jaarlijks een forum te bieden waar reflectie, uitwisseling en dialoog centraal staan. Het zal dan ook niet echt een verrassing zijn te vernemen dat onze belangrijkste partner bij het realiseren van dit project de Vrije Universiteit Brussel is. Wat de VUB tot geprivilegieerde bondgenoot maakt, is dat we precies dezelfde visie en dezelfde waarden delen. En dit komt onder meer tot uiting via het motto van het vrij onderzoek. Dat kan worden beschouwd als de drijvende kracht achter iedere vorm van wetenschappelijke en artistieke creativiteit. Dat human artistic of vrij kunstzinnig een neologisme of een nieuw gevormd woord is waarbij art of kunst tussen haakjes staat, zal wellicht niemand ontgaan zijn. Het verwijst naar de creativiteit van de mens, waarbij bestaande gegevens opnieuw worden samengesteld. Daarnaast is de naam van het project ook een provocatie en een uitnodiging om de eigen waarnemings- en betekeniskaders permanent in vraag te stellen. Zoals men weet kan het vrijzinnig humanisme niet terugvallen op een leer of op een corpus van teksten die voor ons bepaalt hoe we moeten leven of handelen en denken. Het is een denk- en levenspraktijk die zich voortdurend herbront aan de hand van wat er in de wereld omgaat en door de manier waarop de wereld wordt verbeeld in de kunsten of hoe hierover wordt gereflecteerd in de wetenschap en de filosofie. En daarom ben ik heel gelukkig met de naam Human Artistic of Vrij Kunstzinnig. Omdat naast de wetenschap ook de kunst ons een ervaring kan schenken waar men veranderd uitkomt. Het cultiveert met andere woorden een ethos of houding waarbij mensen zich ontvankelijk durven tonen voor denkbeelden en ervaringen die afwijken van het vertrouwde en conventionele wereldbeeld. Bovendien veronderstelt kunst, net als vrijzinnigheid, een kritische houding, omdat ze ons dwingt de dingen die we vaak als vanzelfsprekend ervaren onder ogen te zien en hierover opnieuw na te denken. Als juriste kijk ik ook met heel veel belangstelling uit naar het tweede forum. De mensenrechten zijn ongetwijfeld een onmisbaar onderdeel van onze democratische rechtsstaat en blijven een wapen in de strijd voor de emancipatie van individuen en minderheden. Maar omdat het slechts mensenwerk is, zijn ze ook vatbaar voor kritiek en verbetering. Daarom mogen ze geenszins opgevat worden als de Bijbel of als de godsdienst van vrijzinnigen. Une religion laïque. Dit zal overigens ook mooi worden aangetoond in de aangrijpende film Fuocomare, waarin de vluchtelingencrisis centraal staat. Zoals jullie hebben kunnen vaststellen, eindigt ons programma met een prachtig concert van Zap Mama en Freddy Massamba. Ik wens jullie alvast een boeiende, mooie en vrij kunstzinnige dag. En ik geef heel graag na dit evenement te hebben geopend, het woord terug aan collega Raffi, die de verdere toelichting zal geven. Dank u wel.